Waren schilders in de Gouden Eeuw exhibitionisten? Dit is de Universiteit van Nederland. Rubens, de grote Vlaamse schilder, die werd weduwnaar op zijn 49ste. En vier jaar later, toen hij 53 was, besloot hij te hertrouwen. En hij schreef aan een vriend vanuit Antwerpen naar Aix-en-Provence, waar daar woonde die vriend. Een brief waar hij dat van uh, huwelijk verklaarde. En hij zei: Ik besloot te trouwen omdat ik merkte nog niet geschikt te zijn voor de onthouding van het celibaat. Ik koos voor een jonge vrouw uit de burgerklasse, terwijl iedereen mij aanraadde een edelvrouw te nemen. Maar ik vreesde de hoogmoed, de algemene kwaal van de adel, vooral in die seksen. En daarom viel het mij het beste om een vrouw te nemen die niet bloost wanneer ze mij. Het penseel ziet opnemen. Een prachtige uitspraak. Kennelijk was het in bepaalde kringen was het onteerend om het penseel op te nemen was het eigenlijk iets wat te uh, ambachtelijk was. Het mooie is als je kijkt naar zelfportretten van Rubens, hij heeft er een paar van gemaakt, dan zal je ook nooit zien dat hij zich toont met een penseel of een palet. Dan toont hij zich als heer. In het ene geval zelfs met een een zwaard naast hem, omdat hij tot adel was verklaard. Dus je kan eigenlijk nooit zien aan hem dat hij schilder was. Als je dat is vergelijkt met zijn grote tegenhanger in het noorden, Rembrandt. Die heeft heel veel zelfpretten gemaakt. Maar daar zijn verschillende ervan wel uitgebeeld met de instrumenten van de schilderkunst. Je ziet uiteraard een palet, je ziet een hele bundel penselen in de hand. En hij heeft zo'n lange stok vast, de zogeheten schilderstok. Die we straks nog wel in actie zullen zien. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen... Die portretten van Rubens die zijn werkschuw. Hè, laten niet zien wat een kunstenaar doet. Terwijl die van Rembrandt die tonen juist een werkschouw. Hè, laten wel zien hoe een kunstenaar aan het werk is. En het aan het werk zijn, dat heeft Rembrandt zelfs nog meer gethematiseerd. In een uh, type kunstwerk wat we in de kunstgeschiedenis een ateliervoorstelling noemt. En dat is een, een schilderij wat helemaal eigenlijk gewijd is aan de werkruimte van een kunstenaar. En dat is een, een type schilderijen. wat echt hier in Holland. in de 17e eeuw is uitgevonden. En Rembrandt, het, portret wat je, of het schilderij wat je hier ziet. Dat is, daar de, uh, dat is daar eigenlijk een van de eerste versies van. En wat zien we? We zien een schilder staan. die op enige afstand van, van zijn uh, ezel staat. waar een groot paneel op staat. Kennelijk neemt hij afstand om te zien. wat daar aan het ontstaan is. Maar we zien ook dat hij heel erg. Dik gekleed, je zou denken, wat is dat voor merkwaardige verkleedpartijen, kan dat wel echt zijn? Dat is waarschijnlijk wel echt, juist omdat het in de ateliers enorm koud was, was de werkkleding vaak heel erg uh, dik. En waren het van de, wat wij een, een tabard noemen, hè? Zo, waar we natuurlijk uiteraard Sinterklaas van kennen, maar zo'n hele lange uh, mantel. En aan de muur daarachter, daar zie je paletten aan de muur hangen en je ziet ook nog een, een grote... Afgesleten steen daaronder, dat is de zogeheten wrijfsteen. Daar werden namelijk deperimenten op gelegd, die met een kleinere steen over het oppervlak van die steen werden gewreven en gemengd met uh, olie in dit geval. Rembrandt die deelde een, uh, een atelier in zijn vroege jaren in Leiden samen met een andere jonge kunstenaar en die heette Jan Lievens. En het mooie is dat je hier ook ziet uh, dat hij een tekening heeft gemaakt van zijn collega aan het werken, kan ik heel goed zien dat het die collega moet zijn, want in die hele vlugge schets herken je nog heel goed de trekken van die Jan Lievens. En waarom noem ik ze even beide? Omdat we namelijk uit de 17e eeuw een heel bijzonder verslag hebben van een belangrijke figuur uit de 17e eeuw, Constant Huygens. Hij was de secretaris van prins Frederik Hendrik, de stadhouder. En hij heeft in diezelfde jaren als, dat, als die ateliervoorstelling gemaakt is, heeft hij... Um, een bezoek gebracht aan het atelier van deze twee jonge kunstenaars. Hij zegt ook dat het een geweldig getalenteerd schilderduo is. Ze waren nog op begin twintig. Hij zegt: de baard moet nog doorkomen. Het zijn eigenlijk meer kinderen dan, dan, dan mannen. Het mooie is van dit verslag, het is eigenlijk een soort dagboek waar het uitkomt, dat we dus daarom weten dat ateliers daadwerkelijk bezocht werden: ateliers van schilders, door, door niet-schilders. En dat het iets bijzonders moet zijn geweest, zo'n atelierbezoek. Dat blijkt ook eigenlijk wel uit het schilderij wat een leerling van Rembrandt gemaakt heeft, Gerard Douw, die al op zijn veertiende bij Rembrandt kwam werken. En dit is waarschijnlijk een van zijn jeugdwerken, waarin je inderdaad een schilder achter een ezel ziet, met ook allerlei typische attributen om hem heen. Maar je ziet ook dat er een bezoeker binnenkomt. Ja, hier zien we een schilderij gemaakt door een Amsterdamse schilder die Pieter Kodde heet. En wat zie je daar gebeuren? Daar zie je allerlei bezoekers, liefhebbers zijn het waarschijnlijk, die komen. Het atelier van de schilder, binnengestormd lijkt het wel, en die bekijken allemaal een of ander kunstwerk. En de schilder staat uh, iets wat verloren met zijn palet uh, in het midden. Maar kortom, mensen die daar kwamen. En een ander voorbeeld daarvan, van uh, een, een schildering van mensen het atelier, is hier bijvoorbeeld een werk van een Leidse schilder die Frans van Mieris heet. En hier weten we vrij zeker dat de schilder die je hier ziet, met zijn palet in het handen dat hij bezoek krijgt van een andere schilder, die Gerard Doude, waar net het, dat jeugdwerk van zagen. En je ziet, ze zijn kennelijk uitgekeken op het schilderij, maar ze bestuderen nu een uh, beeldhouwwerk samen, die achter die, uh, achter die cello staat. En kennelijk kwamen ook kunstenaars naar elkaar op bezoek in de ateliers, en was het ook aardig om uit te beelden. En uh, als je bijvoorbeeld naar weer een schilderij van Frans van Mieris kijkt, dan vind ik het aardig om wat er even achter te tonen, want dan zie je bijvoorbeeld, Datzelfde beeldje wat net samen bekeken werd, zie je nu linksboven op een uh, hoge schap staan, een hoge plank op de achtergrond. En die cello is opzij geschoven. En hier ik weer een andere situatie. Hier is de schilder bezig om een, iemand te portretteren. En die heeft net op die stoel gezeten. En die is nu omgelopen op de schilderij. En, wordt, en bekijkt nu natuurlijk uh, wat het resultaat is. Er zijn ook um, voorbeelden dat we, niet zozeer, dat we modellen zien niet zozeer. Om er een portret van te maken, maar om er een ander soort voorstellingen van te maken. Dit soort voorstellingen noemen we genrevoorstellingen. Dan worden er eigenlijk scènes uit het dagelijks leven getoond. En deze, dit schilderij is gemaakt door Jan Mien -Simonha. We kijken in zijn atelier en we zien daar allerlei mensen, uh, ja, wat schot en scheef door elkaar staan. Maar het aardige is dat precies diezelfde mensen, die vind je ook op het schilderij op de Ezel. En dan zie je ook iemand aan een draailier, ook een jongeling. En een, en een vrouw en de dwerg die met een hondje speelt. Als we even weer gaan naar het, het geheel van deze voorstelling. Dan zie je ook dat de schilder. Die is kennelijk net even weggelopen van zijn. Uh, van zijn ezel. Om het, de verf te prepareren. En hij wijst met zijn. blamuurmes. Wijst hij op de dwerg met het hondje. Alsof hij eigenlijk zeggen wil. Ja, dat is mijn vak. Hè? Ik, uh, ik laat eigenlijk de, de dwaasheid van de wereld zien. Of misschien het mens tekort. Het aardige is dat het dus een soort. Het is waarschijnlijk een soort denkbeeldige poseerpauze in het atelier van deze Haarlemse schilder Jan Mien Morenaar geweest. Gemaakt, denk ik, vlak na dat Rembrandt dat schilderij gemaakt had waar ik mee opende. En we zagen dat een model soms gebruikt werd om een portret van te maken. We zagen ook modellen waar een genre stuk van gemaakt werd. Maar wat ook soms nodig was, is dat een schilder kon oefenen op het naakt. Daar had hij ook een model voor nodig. Nou, dat werd niet vaak in een geschilde ateliervoorstelling uh, getoond. Maar we hebben wel tekeningen, bijvoorbeeld hier een tekening van Rembrandt, die gemaakt is in het schilderatelier in het Rembrandthuis, wat hier nog steeds te bezoeken is in Amsterdam. En als je goed kijkt, kan je ook zien dat de vrouw, waar we nu naar haar ontblote bovenlijf kijken, dat zij aan de schouw zit, en dat is ook de schouw die nog te zien is in het uh, in schilderatelier in het Rembrandthuis. En de luiken die dicht zijn op dat foto hè, van, het, uh, van het atelier, die zijn ook dicht op die... Uh, op die tekening van Rembrandt, en het licht komt dus van boven. Nou, dit is in het schilderatelier van Rembrandt. Rembrandt had ook een heleboel leerlingen, die zaten in een verdieping hoger. En die leerlingen die moesten ook oefenen op het naakt. En hier zie je een, een hele mooie voorstelling, hoe Rembrandt met zijn leerlingen bezig is. En je ziet ook al die leerlingen die kijken zo'n beetje mee van, hoe doet de meester dat? Hè? En rechts zie je de, de vrouw liggen, die... Um, die allemaal geoefend moet worden door die kunstenaars. Nou, ik zei, het wordt niet vaak geschilderd, maar we hebben wel een voorbeeld van een geschilderde uh, atelier scène met een uh, naakt. En dat is dit werk, wat wat later in de 17e eeuw gemaakt is door een kunstenaar die Arnold Houbraken heette. En je ziet, het is een tekening waar een jonge kunstenaar bezig is. En dat is een wat oude man, misschien een leermeester, of misschien gewoon een grijzend figuur, die, uh, hij die meekijkt. De kleren zijn uh, nogal uh, zorg uitgetrokken. En als je goed kijkt, zie je ook dat die vrouw niet alleen is, dat er ook onder die stoel kijkt er een aapje mee. Nou, dat is natuurlijk niet heel erg logisch dat de vrouw moest passeren naast een stoel waar een aapje aan vastgeklonken zat. Het is eigenlijk een zinnebeeldig motief eraan toegevoegd om duidelijk te maken dat kunstenaars dat zijn naapers van van de werkelijkheid, maar ook omdat de aap is nogal een wellustig dier, dus er wordt ook hier natuurlijk ironisch commentaar geleverd in het hele schilderij wat er wel niet gebeurt in. Ateliers waar uh, vrouwen de kleren uitdoen en, uh, en jonge schilders uh, het naak moeten leren schilderen. We hebben net, net een paar keer een vrouw in het atelier gezien, maar die was steeds als model. Er zijn soms ook voorbeelden dat een vrouw niet als model in het atelier te zien is, maar dat ze ook aan het werk is. En dat is een heel mooi schilderij, klein schilderij van Jan Steen, het heet De Tekenles. En dat, daar gaat het ook een wezen om. He, die vrouw die hier bezig is haar krijtje te slijpen met een mesje. Die moet dat witte beeld uh, tekenen. En die um, wordt eventjes geholpen door de kunstenaar. Die kennelijk uit het vertrek haar achter. Daar zie je ook een, een ezel staan met een grote doek ervoor. En uh, hij is net komen aanlopen. Hij heeft nog het palet in zijn handen om eigenlijk uh, ja, te verbeteren wat er aan die tekening uh, nog ontbreekt. Er is gedacht dat dit misschien ook wel eens een. Erotische scène kan zijn. Maar ik denk dat dit meer eigenlijk een, 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 een scène is die, er, die refereert aan de praktijk in de 17e eeuw. Dat uh, kinderen, uh, jongens en meisjes van gegoede huizen vaak tekenles kregen. En dat levert natuurlijk ook, ook hele mooie scènes op. Tekenen is een heel belangrijke basis. Je ziet ook in het, schilderij, in het schilderij als kunstenaars later zijn dat dan ook tekeningen een rol blijven spelen. En dit werk, een, een mooie schilderij van de Rotterdamse schilder Michiel van Musser, laat een Schilder zien die aan de hand van allerlei tekeningen op de grond een schilderij aan het componeren is. Het is best een mooie ruimte met getegelde vloer en daarom een interessante tegenstelling met de boerenschuur die we, die we hier eigenlijk zien. Dit is een atelier van Adrian van Olstade En um, dit is een um, houten planken, een veel slordiger atelier, maar wel iets wat heel informatief is en waar wij kunstentoursje ook veel van kunnen leren. En je ziet bijvoorbeeld ook dat hij een. Een tekeningetje of een print heeft hij geprikt op de ezel om als voorbeeld te dienen. Verder zie je op de achtergrond iemand verf aan het wrijven, op zo'n steen die we bij Rembrandt aan het begin zagen. Verder zie je een ledenpop staan om mee te oefenen. En heel aardig is ook dat je zowel op het tafeltje rechts als ook op de grond, zie je af en toe schelpjes liggen, want schelpjes waren hele goede mengbakjes om verf in te stoppen. Ja, we hebben nou een heleboel van die ateliervoorstellingen gezien en de, de vraag is natuurlijk heel in de ruime zin, Waarom werden ze nou gemaakt? Nou, ik denk in ieder geval dat er in de 17e eeuw een enorme belangstelling is geweest voor het schildervak. En dat daarom ook heel veel mensen nieuwsgierig waren. Wat nou precies gebeurde in die werkplaatsen. En sommigen konden ook daadwerkelijk schilders bezoeken, vooral mensen die natuurlijk kunst gingen kopen, of medekunstenaars. Maar je zou kunnen zeggen. deze schilderijen bieden eigenlijk de kans om aan alle kijkers een kijkje in de keuken te nemen van het kunstbedrijf. Je zou misschien ook kunnen zeggen dat. Elk schilderij is in wezen een fictief atelierbezoek. Dat is eigenlijk wel een mooie gedachte, dat wij allemaal door die schilderijen op bezoek kunnen gaan. En ik denk ook dat er bepaalde schilderijen zijn vanuit de, uit de categorie van ateliervoorstellingen die dat ook enigszins bewijzen. He, bijvoorbeeld schilderijen als dit. Hier zie je ziet bijvoorbeeld de Utrechtse schilder droogschot, neemt zijn hoed af, He, echt alsof er net iemand binnenstapt. En daar zien we Pieter Kodder uit Amsterdam, zien we weer zitten met een pijpje. Eigenlijk alsof hij klaar is om een, een leuke conversatie met ons te beginnen. Het zijn echt in een soort ja, ontvangende modus, zijn deze kunstenaars uh, uitgebeeld. En dat geldt ook voor het uh, schilderij, wat wederom van Michiel van Musser is. En hier is het eigenlijk heel mooi dat, dat zo'n zwaar gordijn, wat we vaak in die ateliers zagen, dat wordt hier opgetrokken. Hè, echt eigenlijk om een soort uh, ja, theater te kunnen bieden, om dat schilderberoep te kunnen bekijken. Nou, zo komen we eigenlijk bij de uiteindelijke vraag van dit college. Waren schilders in de 17e eeuw exhibitionisten? Dat is een beetje een merkwaardige vraag. En in de betekenis zoals wij het woord exhibitionisten kennen, in ieder geval niet. We zagen eerder dat ze warm waren aangekleed en dik waren aangekleed, omdat dat ze zelf de kleren zo graag uitgooiden. En als het gebeurde, dan was dat natuurlijk een model. Maar exhibitionisme betekent ook iets anders. Het is eigenlijk het laten zien, het niet. Het niet onthouden, dat betekent letterlijk exhibitionisme. En in die zin kan je zeggen, waren deze schilderijen bij uitstek exhibitionistisch. Namelijk om iets van dat fascinerende schilderbedrijf te laten zien.